Hoi, ik wil je laten zien hoe je in de game van Team Red Cobra's een beetje nieuwe dingen maakt. Want er zit heel veel in, maar vind dat maar eens. Als ik de game, ik heb hem geüpdate, op mijn branch. Als ik hem run, dan kom ik in de game, kamer 12, wat het ook is. En als ik een beetje omhoog en omlaag doe, dan zie ik alle kamers die er zijn. Dit is nog een beetje vals spelen, maar in ieder geval zo kunnen we namelijk in alle kamers komen. Oké, okay. De belangrijkste kamer op dit moment is kamer 11, want die is al best wel goed geprogrammeerd. Als ik klik op bekijk, dan zegt hij dat er een spiegel hangt. Volgens mij klikt hij op de deur, zegt hij wat, is een deur. En zo kun je al wat dingen bekijken en je kunt ook wel dingen pakken. Dus als ik bijvoorbeeld de deur pak, dat kan niet, maar de spiegel pakken kan wel. Nou, we gaan deze kamer eens bekijken. Van waar zit hij nou verstopt? Nou, volgens mij is dit kamer Richelle. Ga op naar zoek. Als we in de code kijken, hier linksboven zien we het project. En het project, daarin zitten alle bestanden die wij hebben. Dus dat zijn, even onderscrollen. Dat zijn er nogal wat. We hebben de headers. Daarin zit, daar heb je niet zo, daar zit als het ware de inhoudsopgave van de bestanden in. We hebben de sources. Daar gebeurt het spel in. We hebben de forms, dat is hoe het eruit ziet. En we hebben de resources, daar zitten de plaatjes in. Nou, kamer Richelle is volgens mij de kamer die we net zagen. En je ziet dat in kamer Richelle een plaatje, dat is het grote plaatje, dat kun je hier aan de puntjes, hier zo, hier aan de negen puntjes kun je dat zien. En we hebben een label, die heet spiegel, die zit hier. Die heb ik gewoon uit deze deur gehaald met paint. Oké, dus in kamer Richelle staan al heel veel dingen geprogrammeerd. Nou, wat we gaan doen, we gaan naar kamerrichelle.cpp. Hier is hij. En hierin zit dus alles geprogrammeerd. Nou, we kijken er een beetje door. Dit is allemaal niet belangrijk waarschijnlijk. Hier staat mouse press event, dus wat er gebeurt als je een toets indrukt. En eigenlijk staat alles daaronder. Nou, dus als je een toets indrukt, dan, nou, en dan gebeuren er dingen. Nou, als er op de machine links van de deur wordt geklikt, blijkbaar moet dan de muis de x-coördinaat meer dan 300 naar rechts, maar de muis de x-coördinaat moet onder de 450, dus ongeveer in het midden waar die deur zit, en ook de y, dat is hoeveel die omlaag is, hij moet ongeveer halverwege, en hij moet niet te laag. Dus ik heb echt een deur gekeken van nou, daar zit de deur. Nou, kortom, als je op de deur klikt, doe dan alles tussen deze accolades. Deze code gebeurt er als je goed op de deur klikt. Nou, op de deur kun je twee dingen doen. Je kunt bekijken, dat zien we hier. En je kunt pakken. Nou, hoe vind je uit wat de speler doet? Nou, je doet M scherm, pijltje, lees, actiesoort. Daar komt een actiesoort uit. En als die actiesoort die de gebruiker doet gelijk is aan bekijk, dat is het if statement, als dat zo is, doe dan wat hier staat. Heeft de speler pak gedaan, dan laat je dit zien. Nou, hoe zet je dan tekst op het scherm? Doe je blijkbaar met M hoofdscherm, pijltje, laat tekst zien. En dan tussen dubbele quotes, dubbele aanhalingstekens, wat er op de tekst moet gebeuren. Okay, dus hier kun je al spieken van als je op de deur klikt en de speler klikt op bekijken of de speler had pak gekozen, hoe je dan iets moet doen. Nou, bij de deur is het ongeveer hetzelfde. Ook hier van nou, als de muiscursor daar zit, doe dan dit. En dat is allemaal niet zo spannend. De spiegel is wat spannender. Want hier doen we al een andere truc om te kijken of je op de spiegel zit. Wat hij doet, is hij kijkt of de spiegel, dat is een plaatje op het vorm. Kijk, mag ik ze maar even laten zien. Richel. Hier, de spiegel is een plaatje op het vorm. En een spiegel heeft een geometrie. Die heeft afmeting, die heeft een plek en een breedte en een hoogte. Nou, en wat in de code is gebeurd, als waar de spiegel op het scherm staat, bevat de positie van de muiscursor. Kortom, als je op de spiegel klikt, doe dan dit. En dat is een hele hoop. Nou, daar zit alweer een if statement in. Want dat moet alleen gebeuren als de spiegel zichtbaar is.
Als de spiegel onzichtbaar is, gebeurt er niks. Als de spiegel zichtbaar is, dan kan de speler bekijken of de speler kan zeggen, nou, ik pak hem. Nou, als de speler de spiegel bekijkt, dan zet hij tekst op het hoofdscherm. Maar als de speler een spiegel pakt, dan zet hij tekst op het hoofdscherm. Maar hij doet ook een spiegel toevoegen aan de inventory. Dus dat is de spullen die je hebt. En hij verstopt de spiegel, dus de spiegel wordt onzichtbaar. Nou, met deze code kun je eigenlijk al heel veel dingen doen. Als je bijvoorbeeld hints, maar misschien wil je wat hints, hè, van hoe weet je dat nou allemaal? Nou, ik zal een aantal hints ook nog eens geven. Stel eens voor je wil weten welke actiesoort je kan doen. Nou, dan pak je het woord actiesoort, geef je bijvoorbeeld hier op een rustige plek. En je doet dan dubbele punt. En je ziet dat we op dit moment twee actiesoorten hebben. Bekijk en pak. Er worden misschien later meer, maar we hebben dus alle actiesoorten reageren we op. Nou, dat hoofdscherm, dat kan blijkbaar ook heel veel dingen. Nou, wat je doet, je pakt een rustige plek, hoofdscherm, pijltje. En dan zie je hier wat het hoofdscherm doet en kan. Nou, er zitten veel Engelse dingen tussen, want het hoofdscherm is in het Engels geprogrammeerd. Maar alle dingen die ik erbij heb geprogrammeerd, die zijn in het Nederlands. Bijvoorbeeld, ga naar. Nou, met ga naar kun je, denk ik, naar een kamer toe. Oh, weet je wat? Ik ga hem gewoon opzetten. Nou, ga naar, er moet een kamersoort in. Kamersoort, dubbele punt. En hier hebben we een lijst met alle kamers. Nou, laten we zeggen, we gaan naar de slaapkamer toe. Ik heb, denk ik, nu geprogrammeerd dat we nu naar de slaapkamer toe gaan. Nou, dat kunnen we ook controleren. Als ik hier op F2 druk en weer op F2, dan kom ik bij de header file, dat zie je hierboven, want dat punt H staat, is een header file. En daar staat de documentatie. Documentatie is dus de uitleg van wat alles doet. Nou, en blijkbaar ga je met ga je naar een kamer. Dat ga ik allemaal weer uit. Nou, dus ik hoef niet naar de slaapkamer te gaan. Maar op deze manier kun je dus kijken wat een hoofdscherm doet en wat je allemaal kan. Oké, dus ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is hoe je door de code heen gaat. Ja, dus gewoon deze code pakken. Pak Kamer Richel als voorbeeld en stop dat in jouw code. Maar ook een beetje van hoe je al die lijstjes kunt bekijken en zien. En met F2 dat je van dingen toe kan gaan. Oké, nou dat was hem en ik zie jullie snel. Houdoe!